Maar geweld en intimidatie kunnen we natuurlijk nooit steunen. En het is natuurlijk wel heel mooi dat nu de minister een grote broek aantrekt en wel wat wil gaan doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Extinction Rebellion, afgelopen zaterdag was het weer raak. Er zijn er gewoon duizend heen gezonden zonder boete. Uh, we hebben uh, de stations worden bezet door Hamas-terroristen die oproepen om 7 miljoen Joden in Israël te vermoorden. Waarom handelt u dan niet? Voorzitter, mevrouw Faber moet dit gewoon niet doen. Ik moet het echt niet doen. Ik sta hier elke keer. Ik ben er super duidelijk over. Selectieve verontwaardiging staat niemand, mevrouw Faber. En ik doe daar niet aan mee.